Hallo allemaal, kijk eens wie bij mij is. Hallo. Het is lekker warm, hè, schat? Te warm voor mijn gusten. Voor iedereen, denk ik, schat. Voor iedereen. Dat het echt te warm is, weer al. Voor het weer van vandaag. We zijn nu, we zitten hier tussen de bomen. We zijn nu even richting Zilvermeer aan het wandelen. Maar dan de andere hoek van Zilvermeer waar je dus niet moet betalen. Want ik ken hier mijn trucksjes. Jawel. Nee. Waarom niet? Dat is, ik zeg jullie, daar komen veel mensen. Ah. Echt heel veel. En nu is het moeten we zo een padje naar Ginder zien te gaan. Dus richting zo. En dan zijn we er al. Ik denk dat het daar ergens in die bocht is. Dus Ginder in die bocht. Oh ja, we hebben nu gezien en gehoord. Brommerke. En Brommelke, jij moet normaal gezien op de weg rijden. Ik heb een nummerplaat. Of hoe zit dat juist? Als je een nummerplaat hebt, op een scooter of op een brommer, ja? Mag je op de baan rijden. Als je dat niet hebt, moet je op de fietspad. Voilà, mijn schatje zegt het ook al. Normaal gezien is dat zo, maar ik weet niet of dat nu ondertussen veranderd is. Gaat het nog? Ja. Oké. Okay. Ja. Af en toe vraag je dat wel eens als het gaat. En sorry mensen, als ik het nog een keer ga doen, want ik ben het totaal vergeten als ik het al heb gedaan. Met een intro. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe video online komt. Want jullie zijn vandaag wel verwend geworden. Want ik heb ook nog een gaming movie opgenomen. Oh yeah. En ik zie het strand al. Nu nog een padje vinden. En dan zijn we er. Ik ga ze alles even kijken. We hebben het gevonden. We hebben het gevonden. Maar er is wel veel groen aan het water. Wat dat juist is, laat het onder in de comments weten. En dan gaan we wel eens, dan kunnen jullie ook andere mensen behelpen. Oh. Wat? Takken. Ja. Met mijn open schoenen. Ah, voor dat klein zusje bedoelt je? Ja, dat wist ik niet dat ze dat hier hebben neergegooid, hè. Ah, dat pijn nu. Nee. Als je te goed erop stapt, niet. Voilà. Voilà, goed zo gedaan, schat. Ik voel me niet goed, hè. Dat is door die zon. Ja. We zijn er bijna. Een heel klein stukje. En dan, dan hebben we ook schaduw. Zo, mensen, we zijn hier in de Alk aangekomen. Hé, hey, schatje. Hé. Hey. Raak je eraan? Ik heb lange eigenaar. Een goede inbreker. Kijk eens, mensen. Een goede inbreker. Dat is dom, jong. Samen is dat je. Waarom doe je de auto niet gewoon open? Daarom. Oh, man. Is wij al op? Oh, nee, toch niet. Nee, meneertjes zijn er toch niet op? Nee. Mijn ijsje is nog niet op, want ik heb 3 bollen mokka. En kijk eens mensen wie hier ook nog is nu. De jury is er nog bij gekomen. Oh, en jij vindt het dus niet erg dat het zo warm is, hè? Geen probleem. Maar niet overdreven warm gewoon, dat is alles. En hoe zat je er tegenover voor morgen? Ik denk halverwege dood gaan liggen. Ik denk het ook. Ik het ook. We gaan water opzoeken. Nou nee, ik moet naar mijn moeke gaan. Oh. Oei, oei. Ik ben zo aan het denken, ga ik moeken afzeggen, ja of nee? Dan kunnen we naar het water toe gaan. Voor een keer is dat niet erg, hè?
Ik ga dat eens vragen, als ze dat niet erg vindt. Allee mensen, ik zie jullie allemaal zelfs terug, want ik moet nog zelfs richting de Rode Kruis. De Rode Kruis Vlaanderen in Alken aangekomen. Ik ga eens informeren wat ik allemaal moet doen. Wanneer dat de juiste kussens doorgaan en al. Dus ik ga terug op kussens. Eerst Peter en Meterschap, nu het Rode Kruis. Dat is het volgende. Dus ik ga mee stukken van eens inschrijven, eens kijken, eens in eens zo mensen, er is een komen en er is een gaan. Zowel Juri als Bea heb ik al helemaal naar huis gedaan. En niet bij stilgestaan voor te filmen. Sorry. Dan een kleine oproepje ook voor de Alkenaren. Dus als kijkers van Alken aan het kijken zijn... doe ik ook een kleine oproepje. Waar ben ik vandaag naartoe geweest? Naar het Rode Kruis in Alken. Wij zoeken dus nog, hun zoeken dus ook nog vrijwilligers. Ook die de opleiding ook EHBO komen doen. En dat we die ook kunnen gaan inzetten ook op evenementen en al. Wel op vrijwilligersbasis. Dus je moet er ook wel voor openstaan. Voor die cursus te komen volgen. En daarna het ook uitoefenen in praktijk. Het gaat ook heel leuk zijn. We zijn met een kleine kliksje. Dat moet ik ook wel eerlijk toegeven, want we waren echt niet met veel mensen daar. Dus als je u hoort geroepen om mee te doen bij het Rode Kruis van Alken, dan gaat je naar de Facebookpagina van Rode Kruis Alken. En dan daar vind je de informatie ook allemaal terug, één voor één, wanneer de cursus gaat van start zijn, of de opleiding, noem maar op, of hoe je dat ook noemt. En dan, dan kun je die komen volgen. Het is altijd leuk als je je wat kunt bijscholen, dat is altijd leuk. Want ik heb gehoord dat er ook sommigen al 30 jaar dat doen. Dat is echt wel chapeau voor jullie. Maar... Oké. Ik ben blij dat ik terug thuis ben. Ik ben moe. Ik ben dood op. Dus ik ga jullie ook hier de vlog doen beëindigen. Voilà, ramen toe. Het is nu nog altijd 26 graden en je moet denken, het is 21:57. Voor de rest, kan ik niet meer veel te vertellen. Dus ik zal ook wel in de beschrijving hier onderaan de link van de Facebookpagina van de Rode Kruis van Alken ook wel toevoegen. Als ik het niet vergeet, tijdens de upload. Het was een heel leuk en een boeiende gesprek, dat moet ik ook wel eerlijk toegeven. Dus een compliment naar jullie toe van de Rode Kruis in Alken. De namen ben ik alweer al vergeten. Ik ben echt heel slecht in namen onthouden. Echt heel slecht. Dus bij deze ga ik ook jullie laten. Weet je wat jullie die tekens betekenen? Like deze video. Abonneer je op mijn kanaal. En klik op het belletje. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Bij deze. Dankjewel. En ik zie jullie allemaal morgen weer al fris en wel terug. Tot morgen. Twee wandelaars. Yay. Wauw. Cool. Chapeau. Formidable. Is hij nu echt aan het twijfelen op mij? Of is daar nog iemand? Nee, blijkbaar niet. Wat die nu echt op mij aan het twijfelen? Ken ik die? Ken ik die niet? Ik ben aan het kijken.
Dan dat de vlog iets langer nu duurt dan normaal. Nee. Dus een lesbisch koppel. Ja. Dus ik ga jullie laten. Tot morgen. Yo. Kijk, Tamara en Bea en ook jawel, kijkers. Deze ga ik ook nog toevoegen aan mijn vlog als allerlaatste. Dit doe ik altijd voor afkoeling te krijgen in mijn hoofd, want het is weer ontzettend warm. Het is ook een tip wat ik jullie geef. Kijk hè, ik heb een bombak vol ijskoud water. Kijk hè. Dat is zalig. Echt waar, heel zalig. Oh. Alleen wat ik ben vergeten is een handdoek. Ja, dan onder je. Allee, tot morgen. Joe.